We zijn er. Sneakernis. Parijs. We in the house. Je weet zelf. We gaan checken. Schoenen. Sneakers. Wat weer moet ik zeggen? Jordan 3 Joker colorway. Dus allemaal Batman fans en Batman villain fans, check. Jordan 3 Joker colorway. The fortune wheel of sneakers. Draai die wiel, misschien win je een dope schoen. Ga je naar huis met een dope zakje, gehyped en al. Ik denk nog niet dat ik in die rij ga staan, want die rij is veel te lang. Maar misschien later. Jawel. Spitzike. Ja man, dus mensen staan dus in de rij. Hier StockX boksen. Kan je handen erin zetten. En dan moet je even voelen wat voor schoen het is. En dan moet je raden welke schoen het daadwerkelijk is. Maar als je het raadt, heb je die schoen. Ik weet niet of ik het ga proberen. Mijn knowledge van schoenen is nog niet daar om dat te doen. Maar misschien ga ik het wagen. Je weet nooit. Sneaken in Frankrijk zijn we even tussenuit gegaan. Ik wil even snel een hapje eten. Alleen bij Sneaken is, je krijgt een hamburger met frietjes en een drinken voor iets van 12 of 15 euro. Wij dachten van nice nou, we gaan even langs de weg kijken. Like something like this, wat de helft van de prijs is. Dus voor je peeps die naar Frankrijk komen voor de Sneaken in. Sneaken is en blijft dope. Maar let op waar je je eten en je drinken haalt. Want je kan zo twee keer het bedrag betalen. For whatever you're buying. En kijk, dit kan je ook hebben voor de helft van de prijs. Dat is gek, hè? Mensen, we hebben dope schoenen hebben gezien, dope activiteiten meegemaakt. Ik heb helaas niet met al die activiteiten meegedaan. Na dat hapje eten even teruggegaan, nog een beetje genetwerkt met mensen daar. Maar dat was hem, Sneakernis. Jullie weten zelf. Like, share, comment, check ons, Sneaker Leaker, Influenza the Pandemic, met mevrouwtje achter me. Jullie weten zelf, dat was hem. Stop met recorden dan. Nee, dit hoort erbij. Nee, stop.